Al een aantal jaar wordt in de Kop van Noord-Holland geëxperimenteerd met slateelt op water. En de man die daar alles van weet is Dave Smit. Hallo. Goedendag. Jij moet Dave zijn. Ja, dat klopt. Hoi, dat ben ik. Julia. Hoi. Dit plaatje dat kennen we heel goed in Nederland. Maar ja. Jullie doen het op een hele andere manier, hè? Ja, dat klopt. Wij zijn bezig op een innovatieve manier om de bladgewassen uit de grond te telen. Hier staan allemaal kleine slaapplantjes. Wat gaan jullie hiermee doen? Deze potjes die planten we op het water. En hoe innovatief is dit? In de open teelt is het vrij innovatief dat er plantjes op het water groeien. Nou, hier zie je dus de waterteelt. Zoals wij dat doen. Kijk, hier staan dus de plantjes die op het water drijven. Mm-hmm. Het plantje wat we net zagen, wat bij de plantenkweker vandaan komt, planten we in het cupje. En het cupje dat zetten we op deze drijver op het water. En dan groeien de wortels naar het water toe. En je ziet dan hier heel mooi dat ze de zuurstofwortels aanmaken. En ja. Dit zijn de wortels die in het water groeien en waar ze de voeding vandaan halen. Nou, lijkt in zijn element dit plantje. Ja, en dat is het voordeel van planten op het water. Ten opzichte van volle grond, dat ze hier eigenlijk gewoon stressloos kunnen groeien. Ze hebben voeding altijd, ze hebben altijd water, dus ze hebben nooit geen probleem. Dus uiteindelijk heb je gewoon een frissere krop die je oogst. Werkte het meteen? Nee, dat is nog steeds een innovatie voor ons. Om te kijken dat we en het juiste systeem hebben dat je optimaal kan produceren. En ja, je komt wel tegen dingen aan van elk jaar heb je weer iets dat je denkt van hé, dit gaat niet goed, dat gaat niet goed. Mm-hmm. Ja, dat duurt gewoon weer een jaar voordat je dat weer kan optimaliseren, zeg maar. En krijg je daar een beetje een kick van ook dan? Ja, je krijgt altijd een kick van natuurlijk. Ja? Ja, ja op zich. Het is, als je dit ook ziet, ja, dan kan je één keer maar zeggen van ja, dat is toch genieten. Hè? Zo'n mooi gewas als er staat, krijg je altijd een kick van. Maar als ik hier naar kijk, dan krijg ik toch nog niet echt een waterig gevoel. Nee, dat klopt. Dus als je zou kijken, dan zeg je van ja, het staat gewoon in de tunnel, in de grond. Ja. Maar goed, we zullen je uit de brand helpen. Kijk, hier heb je dan een prachtige mooie plaat met paksoi. Ja. Met de mooie wortels die eronder staan. En deze groeien dan hier in het water. En in dit water zit alles wat ze nodig hebben qua voedingsstoffen en... Ja, en dat is ook het voordeel van water, dat je precies kan geven wat de plant nodig heeft. Dus je kan eigenlijk nog maatgericht groente produceren. Dus hier zijn we bij het eindproduct, zoals je ziet. Dus deze kroppen die zijn nu klaar om te oogsten. En hier heb je dan een eindplaat. Mm-hmm. Dit is die plant. Met een wortel. Mm-hmm. Dan halen we het cupje eraf. En dan draaien we die wortels er nog af. En dan heb je in principe een plant met een kluit. En dit is blijft langer goed in de winkel, dus een langere houdbaarheid. En als je thuis komt, kan je het nog rustig op de aardig zetten. Dan kan je elke dag een lekker blaadje plukken. Wat fris en vers is. En, zonder zand, dus je kan het zo eten. Mm-hmm. En lekker. Knisperig. Ja. Zouden in de toekomst veel meer gewassen op deze manier geteeld kunnen worden? Die ontwikkeling gaat door, een weg terug is er niet meer. Het idee van op water telen, dat gaat gewoon door. Vol frisse moed. Vol frisse moed.